We zijn hier vandaag omdat we ooit in 2013 zijn begonnen met het verbeterprogramma De Ouder Wordende Cliënt. Dat was een groot traject, landelijk traject waar veel instellingen een verbeterprogramma konden inzetten rondom de ouder wordende cliënt. En zo zijn we eigenlijk gekomen op dit idee om een werkbezoek op Zuiderbrug in Nieuwveen te organiseren. We gaan vandaag in verschillende groepen, verschillende locaties bekijken. We gaan de wellness nog bezoeken, waar de deelnemers kunnen gaan kijken. En we gaan vooral ook het aspect bewegen aantippen. En dat doen we met Moe. En als afsluiter gaan we kennis maken met het spel, het dementiespel. Wij draaien nu dagbesteding vanuit de bonen. Dus van hieruit werken we niet meer. Dus we werken nu van 9 tot 5, waardoor we veel meer tijd hebben gekregen om dagbestedingen aan te bieden. Ik ben Carla Schramma en ik ben de wellnessactiviteit begeleidster. En in het wellness willen we een rustig, ontspannen sfeer creëren, waarin de cliënt van alle rust kan genieten. Van de aandacht, de activiteiten. Dus bijvoorbeeld ons massagebed. Hier bieden we Shantala-massage, gezichtsbehandelingen. Ik hoop dat het vooral oplevert dat we ideeën gaan uitwisselen met elkaar. En dat we de goede dingen eruit halen, maar ook de dingen van wat hadden we eigenlijk anders kunnen doen. Want ook daar leer je van. Zodat je in de toekomst met bouw en omgeving daar gewoon veel meer rekening mee kan gaan houden.